Even een korte videootje hoe je een achteruitrijcameraatje aansluit. Het pakketje bestaat uit een 5 meter lange tulipkabel. Een achteruitrijcamera. Dit is toevallig een 8 LED. Dat kan ook een ander modelletje zijn. En de powerkabeltje erbij hoort. Je installeert de cameraatje achterin waar je hem wil hebben. Je kan hem vastzetten met schroefjes. Of eventueel een kenteken. Het hangt ervan af wat je zelf wil. Dan heb je de powerkabel, die gaat hierin. Dan heb je de tulipkabel. De eerste gaat hierin. De andere werk je weg richting de autoradio. Deze kabel, die, bij elke autoradio is dat verschillend. Bij de ene is het een VSBI kabel die achterin zit bij de radio. De andere keer is een camera video in kabel. Of een CCD AVI. Dat is bij elke autoradio verschillend. Nou, die klik je dan daarin. En dan hebben we ook stroom nodig voor de cameraatje. Nou, die heb je hierin geklikt. Dan heb je twee kabels, een aarde en een powerkabeltje. Je kan deze op de achteruitrijverlichting aanzetten. Dus plus, plus, min op min. Dan gaat de cameraatje alleen maar aan als je hem eens achteruit zet. Maar je kan hem ook constante stroom erop zetten. En in die tulipkabel zit een draad verwerkt. Die kun je hierop aansluiten. De aarde hoeft dan niet aangesloten te worden, want waarschijnlijk zit er een aarde verwerkt in de tulipkabel. En uiteindelijk komt er ook zo eentje uit. En die kun je ook aansluiten op een pluskabel bij de radio. Of een eventueel een reservekabel van de autoradio zelf. Dat is verschillend. Bij elk type radio is dat verschillend. En dan zou je beeld moeten hebben. Op de radio zelf. Dus bij elke radio, zoals ik zeg, apart. Dan kan je eventueel via een AUX in beeld krijgen. Of via een andere app. Dat is F-verzoeken in principe.